We zijn in de vorige video in de stad aangekomen. En het is nu aan ons om daar verder te lopen, wou ik zeggen. Maar blijkbaar is dat geen optie. Het is nu aan ons om verder naar boven te gaan. Denk ik. Maar dat is vreemd, want het zat allemaal gesloten. Kijk, dit is ook gesloten. Oeh, maar we hebben een map gekregen van de Black Egg ding. Dus mogelijk moeten we daar naartoe om iets nieuws te vinden. Want die Black Egg, dat was helemaal boven aan het begin. Daar was de Black Egg. Dus dan gaan we weer naar boven, bij het begin, richting die Black Egg Tempel en dan kijken wat daar dan is. Ik ben maar benieuwd. Hier kan ik ook nog naartoe. Een vliegende soldaat. Ja, die soldaten die maken mij niet gekker. Zeg ik. Uiteindelijk weet je het nooit. We kunnen hier naar boven klimmen. Oh, ik dacht ik spring op zijn hoofd. Maar hij was natuurlijk een springman. Wat is dit voor grote poort? Waar gaat dit heen? Naar een hele grote soldaat. Oh, ik druk op de verkeerde knop. Ik druk twee keer op de verkeerde knop. Dit is wat ik inderdaad wilde doen. Een attack from above. Kan hier naar beneden, maar hier is ook weer nog een lift. Zullen we naar beneden kijken wat hier dan is? Oh, hier is die deur waar ik net was. Kijk aan, we hebben een shortcut gecreëerd. Hier is een man. Shop. Morrison Kian. Relic Seeker Lem. Velmi Artred. Ah, ik kan hier relics verkopen. Oké, krijg ik munten voor. Opal. Velmi Artred. Een lekker munt. Helma Delker. Oké. Dus hij koopt relics. Verder kan ik hier niks. Maar ja, good to know. Ik kan hier omhoog klimmen natuurlijk. Met mijn double jump skill. Die ik niet moet vergeten. Ik kan hier ook omhoog met de lift. Even kijken waar we uitkomen. Ik spring weer eens mis. Ik spring drie keer mis. Dat is zonde. Want dan kan men voor twee keer healen. Na één fight. Dus ik moet voorzichtig doen. En vooral rustig aan doen. Oh, lekker jongen. Door de grond heen slaan. Toen is de almachtige. Vindt weer een cheese tactiek. Mooi man. Kijk eens. Oh, toen moest je cheesen. Wat? Lekker. Zonder dat hij mij kan zien. Jump, 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 yeet. Dit is de tactiek, hè. Jump, jump, yeet. Ik hoor geluiden, maar ik zie niks. Dat is bijzonder. Is de deur dicht? Kan ik niet heen? Dan moet ik hier omhoog. Die slaan me dood. Deze slaan we ook dood. We zullen toch naar boven moeten. Ik hoor nog steeds hier dat huilende beest. Oh jee, au.
Een gevaarlijke vleermuis. Oh, eens. Kom op, gevaarlijke vleermuis. Ik heb deze deur geopend door deze hendel aan te tikken. Oh, daarboven zat de kaartenman. Oh, ik val nu wel heel hard naar beneden. Dat lijkt me niet helemaal de bedoeling. Alle tussendeuren gaan open. Oh, ik zag hierboven de kaartenman. Oh, daar moet ik naartoe met die lift die ik net unlocked heb. Kijk maar, met deze deur heb ik geopend. Hier is een grote lift. Zie je rechts nog iets? Ongetwijfeld. Nee, eerst de kaartenman. Met deze lift. Kijk, hop, hop, hop. Oh. Op de lift springen? Slecht idee. Waarom gaat hij maar hier naartoe? Ik wil naar boven. Hij gaat naar beneden. Zo ja, naar boven. Naar boven. Even kijken. Naar boven. Naar boven. Hij kan niet verder naar boven. Waarom niet? Moet ik dan toch hier naartoe? Want die lift gaat niet verder naar boven, zie ik. Hier is nog een lift. Oh, dit is de lift die ik moet... Ah. Het is gewoon een hele andere lift die ik moest hebben. Hier zit weer zo'n beest die ik moet redden. Kijk, hier. Hallo. Graag gedaan, hoor. Weer een soort van mini-bos. Oh, ik spring weer eens mis. Ik spring weer eens twee keer mis. Oh, dit gaat niet zo goed. Maar het is toch gelukt. Ja, hier is dan ergens die kaarten maken volgens de aanwijzingen. Kijk, we horen hem alweer, hè. Ik ben een kaartenmaker. Tolmachine, ja. Alle tolmachines die ik tegenkom, die betaal ik. Hallo meneer de kaartenmaker. Ik wil graag een map kopen van de area. City of Tears. Kijk eens. Dan komen we ergens, hè. Dan komen we ergens. Hé, hey, deze dude, die hebben we ook al eerder gezien. Zod the Mighty. Ja, die hadden we al gezien. Hij blijft hier staan en hij doet niks. Waar gaat dit heen? We zijn hier weer in de city. Oh, ik doe echt dom, jongen. Wat doe ik nou? Risico nemen, dat doe ik. Hier, sterf. Nou, we doen maar drie hartjes over. Kijk, dit werkt. Poppetje killen, dan kan ik weer een hartje erbij pakken. Niet op die spijkdaken springen. Kijk, dan kan ik mezelf weer volledig healen. Het loopt dood. Oké, zie je, waren twee vijanden, maar dat gaat nergens naartoe verder. Risicoloos aanvallen.
Hier ligt iets. Inspecteren. Een simpel key. Hé, ik had nog een simpele keyhole gevonden ergens. Wat is hier verder boven dan nog? Ik kan hier nog helemaal naar boven. Dus nu vooral even de vraag, waar ben ik? Hier, daar ligt ook weer een item daar beneden. Kan ik die pakken hier vandaan? Ik denk het wel. Alle mannetjes die ik tegenkom, die slaan we even. Inspecteren. Wanderer's Journal. Die kunnen we weer verkopen aan die, die dude. Ik ben nu daarboven. Hier rechts is nog een bankje. Volgens de map. Niet op het dak springen. Ja, hier rechts een bankje. Dan kan ik nu even save. Altijd handig. Kijk eens. Hier. Rustig. En hier is weer zo'n... tolmachine. Ja. Kijk, ik heb tot nu toe alle tolmachines die ik heb gevonden. Die heb ik gepakt ook. Oh, kijk, het zijn fast travel dingen. Ah. Kom ik nu mee? Ik heb al 4 van die stations ontdekt. Ik kom er nu achter dat ik gewoon tegen die bel aan moet slaan. Ik heb dit ding naar beneden geslagen. Wat levert mij dat op? Niks. Even kijken. Ik kan hier naar links. Die chickie die zei iets over een grave die we moesten bezoeken. Ik ben even zoekende naar... Een tolsymbool. Of een lift. Nou, kijk eens. Een enorme lift. Eens kijken waar die uitkomt. Die kant kan ik niet op. Even kijken waar deze enorme lift naartoe gaat. Forgotten Crossroads. Hey. Ben ik hier al geweest dan? Kan hij naar beneden vallen? Wil ik dat? Even kijken wat hier te vinden is. Oh, heel veel mannetjes zijn hier te vinden. Een beetje healen. Een soort van shortcut, maar waar gaat het dan heen nu? Hier zit hij. Wat is dat voor ding? Weet ik niet. Ik heb een item gevonden die ik nog niet eerder gevonden heb. Spannend. Spannend. Het zag eruit als zo'n maskpiece, maar dat was het niet. Mogelijk is het ook een soort maskpiece. En dat de mask is dan voor die HP'tjes. En dat dit ding wat ik nu gevonden heb, dat die dan is voor mana of zo. Zou kunnen. Zou kunnen. Waar komt dit uit? Voor God, ik schrok van die dingen. En hier ben ik al geweest, maar hier hoef ik dus niet heen. Ik wil even in de city blijven kijken wat daar nog te vinden is. En in het ergste geval moet ik dus naar die Black Egg Zone. Of ik weet niet hoe het heet. Iets met Black Eggs. We gaan hier op onderzoek uit. City of Tears. Die zijn beneden. Druk eens op de verkeerde knop.
Ik kan hier gewoon naar beneden. Oh, ik val echt op zijn hoofd ook. Zonde, kost me een HP'tje. Die ik gewoon kan healen met mijn special skills. Dit is toch de looproute, ja. Hier is die cartographer. Die had ik al ontdekt en dan kan ik nu hier vandaan naar rechts. Oh. Laten we weer eens op de verkeerde knop drukken. Hé, waarom ook niet? Waarom ook niet? Hier naar rechts ben ik nog niet geweest. Er is een hele grote deur met een masker erop. Mogelijk is dit dan een boss fight. Het is een boss fight. Met een boss die teleporteert. En met ontploffende projectielen schiet. En daar word ik niet best heel gelukkig van ontploffende projectielen. Nee, ik moet voorzichtig zijn. Hij is dood. Maar dat was het al. Het was ook een naamloze bos. Maar een bos nonetheless. Waar komt dit uit? Soul Sanctum. Lijpe kerkmuziek. Hier klinkt die mapmaker weer. Maar deze lift gaat ergens anders naartoe. In Soul Sanctum. Dat klinkt toch wel ominous. Oh, er is iets hierboven. Wat is dit voor ding? Ik kreeg daar soulpunten van. En er kwam een beest uit de grond. Deze deur zit op slot. Die moet ik vanaf rechts pakken. Nog een lift. Dat dacht ik al. Oh, dit is weer zo'nzelfde beest die met projectielen schiet. Die dus niet een bos is. Ik zit vast. Ik laat mezelf twee keer in mijn bek schieten. Misslaan de hele tijd. Maar die was raak. Die was ook raak. Huts, lekker voor je. Lekker voor je. Niet mij hier komen testen, jongen. Hier is een lift. Ik moet even die looproute zoeken. Hier is een. Ja, wat is het? Een spiegel. Inspect. Record ABA. The mind limits us. Oké, het gaat over gevangenen. Dit gaat goed. Hier is een ding die kan kapot. Hier is een hendel. Gaat daarboven. Oeh, er zat iets dat leek een beetje op een soort van lijk. Die lift, kan ik daar invallen? Nee, ik zeg elk. Ik zeg elke keer. Kun je niet op de lift vallen? Er zitten stekels op. Ik zeg nu. Kan ik op die lift vallen? Nee, natuurlijk niet. Maar Toemus, waarom doe je dat dan? Ja, zeg maar. Wat is dit voor ding? Oh, dit ziet er wel uit als een bos. Het ziet er ook uit als een lape ninja.
Die ook met projectielen schiet. Wat een gekke man, joh. Kan ik mezelf hier nog een beetje healen in deze fight? Ik ben... Ja, mogelijk had dat gekund. Maar ik druk op de verkeerde knop! Ja, ik druk weer de verkeerde knop. En dan ben ik weer dood. Oh, dit is echt irritant, joh. Het gebeurt me te vaak. Die knoppen, ik heb het al vaker gezegd, ze zitten zo dicht op elkaar. Ik wil dan springen, maar dan druk ik op slaan. Omdat het van die kleine knopjes zijn die zo dicht op elkaar zitten. En ik trap er elke keer in. Ik druk op de verkeerde knop. En dan sterf ik. En dan wordt mij de vraag gesteld. Maar Toomsh, waarom doe je dat dan? En daar heb ik geen antwoord op. Daar heb ik geen antwoord op. Waarom ik dat doe. Gewoon in een val lopen. Omdat ik vergeet. De springknop in te drukken. Het is zo dom. Alle damages meegenomen. Hier weer, ik loop gewoon in zijn attack. Kijk, het heeft 4 damage achter elkaar. Dat moet ik doen. Ik heb natuurlijk ook net mijn nail versterkt. Zo moeten we dat doen, ja. Ah, ik loop weer in zijn attack. Oh, hij is dood. Nice. Nice. Hij is dood. De poorten zijn geopend. Maar ze zijn sterk, hoor, die vijanden. Ze zijn sterk. Dan kan ik hier natuurlijk die hendel omhalen vanaf deze kant. Want weer zo'n beest waar ik weer gewoon tegenaan loop. Zo ben ik namelijk. Deze hendel, ja, dan kan die deur open. Heel goed. Nou, kom op. Niet gek doen. Healen, healen. Springen. Nou, die gekke tovenaar. Die gaat hier weer spannen. Kom maar. Ik loop weer in die attacken. Ik loop er gewoon in. Doe nou voorzichtig, Toomsh. Niet gek doen. Ik loop er 2 keer in. Hier, sterf. Hielen, hielen. Niet te intrappen, jongen. Laat jezelf nou niet op zo'n knullige manier slaan. Denk gewoon na. Spant er nog een. Ik druk weer op de verkeerde knop. Ik wil slaan, maar ik spring. Hij is gestorven. Dan kan ik weer 1 healingje doen. Deze deur zit op slot, daar kan ik niet in. Doe voorzichtig, doe voorzichtig. Hier is een hendel. Waardoor er een deur wordt geopend. Hier is een lift, waardoor ik naar boven kan. Die lift brengt mij naar hier weer een beest. Die ik gewoon door de grond heen kan doodslaan. Deze ook. Nice. Hier is een fles, hebben we niet nodig. Hier kan ik omhoog. Dit beest kan ik doodslaan door de grond. Waar gaat dit naartoe? Het is een sanctum. Daar is een gesloten deur. Maar een sanctum van wat?
Twee van die beesten. Lekker hoor. Gebroken glas. Altijd lekker. Slaan ze allebei tegelijk dood. Ook lekker. Waarom kan ik dat gebroken glas niet kapot maken? Omdat ik dan een stomp skill moet krijgen. We hadden in Ori hadden we ook een stomp skill. Deze deur maken we open. Deze man pakken we van bovenaf. Dat is een goede tactiek, zo blijkt. Waar gaat dit naartoe? Het gaat naar buiten, maar we kunnen niet naar buiten. Het gaat naar heel veel geestflessen. En dan toch naar buiten. Wat is dit dan? Er ging iets dicht. Er komt iets aan in de verte. Wat is dat? Soulmaster. Oh joh. Het is echt de bosversie van het beest wat we net tegen zijn gekomen. Ik druk weer verkeerde knop. Oh ja, dit wordt zo'n fight. Dit wordt zo'n fight. Waar Toomus constant op de verkeerde knop drukt. Kijk eens. En gewoon in de attack loopt van de vijand. Oh, dit is lekker zeg. Oh, lekker. Ik loop gewoon in, niet eens in zijn attacks. Ik loop gewoon in die vijand. Ik spring gewoon in die vijand zelfs. Die vijand hoeft niet eens moeite te doen om mij te killen. Hier. Ik loop er gewoon in. Ik loop er gewoon in. Oh, dan begin ik weer bij die cartographer. Dan moet ik dat hele tyfus eind weer teruglopen. Oh mijn god, oh mijn god. Met zijn irritante gefluit. Toomus is dood. Hij is dom. Hij laat zich slaan. Oh, Toomus, Toomus, Toomus. Wat maak je het jezelf toch moeilijk, jongen. Wat maak je het jezelf toch moeilijk. Door gewoon, ja wat ik zeg, in de attacks van de vijand te lopen. Volledig onnodig. En toch doen we het. En toch doen we het. En we kunnen de meeste van deze mannen nog wel aardig skippen. Maar ik moet dus dat hele eind teruglopen. En dan komen we zo weer bij die bos. En dan moet ik opletten. Oh, lekker. Deze man spant ook in mijn gezicht. Oh, oh. Wat een genot. Wat een genot dit. Dan kom ik hier zo bij die bos. Wat een genot. Hoe ik hier zo... Door de verkeerde knoppen in te drukken. Steeds sterf. Wat is hierboven? Hier is een secret. Ik loop gewoon in die vijand. Waarom doe ik dat nou? Vliegende spoken. Waar ik ook gewoon in loop. Kruipende spoken, vliegende spoken. Alleen maar spoken, spoken, spoken. Hier ook een vliegend spook. En een kruipend spook. Ik moet healen. En dan kijken wat er in deze machine zit. Ik kan inspecteren. Speltwister. Speltwister. En dan begin ik zo nog met damage aan die fight ook. Oei. Kom op, jongen. Ja, hier is mijn ghost. Die geeft mij in elk geval mijn dingen weer terug.
Nou, daar gaan we hoor. Daar gaan we. Poging 2. We hoeven in ieder geval niet meer het hele filmpje opnieuw te kijken. Nou. Druk nou gewoon een goede knop in, Toemes. Niet gek doen. Ah, ik doe wel gek. Ik loop weer gewoon tegen die vijand aan. Alle damage die je kan doen is meegenomen. Alle healing die je kan doen is ook meegenomen. Nou, ik kies er weer voor om in die man te lopen. En hier ook, ik loop gewoon in die firewall. Twee keer. Oh, en ik druk weer op slaan in plaats van springen. Deze besturing, ik kan er niet aan wennen. Ik zeg het elke keer. Ik kan er niet aan wennen. Het is... Hij wordt eruit gedund. Inderdaad, waarom lukt mij dit niet? Waarom komt die kogel in mijn gezicht? Waarom lukt het mij niet om gewoon die dodge attacks te doen op het moment dat ik ze moet doen? Kijk wat hier gebeurt. Ik ben weer dood. Die knoppen. Ik kan... Hou je bek, jongen. Met zijn gefluit. Oh. Ja, jongen. Ik laat me hier gewoon slaan door zo'n normale knight. Het is toch niet te geloven, die besturing. Wat ik zeg, ik geef het gewoon zelf weg. Die knoppen. ZXC. Wie heeft dit bedacht? Die knoppen zitten naast elkaar en die zijn de helft zo groot als mijn vingers. Ongelooflijk. Dat zeg ik. Knoppen zitten naast elkaar en mijn vingers zijn vier keer zo groot. Ongelooflijk. Ga weg. Nou, kom op. Dan komen we hier zo weer die geest tegen. Volgende poging. Krijgen we in elk geval al mijn XP weer terug. Nou, we weten hoe het gaat. Hè. Ik heb het in Elden Ring ook gedaan. 3 pogingen, anders maken we een nieuwe video. Dat gaan we nu ook doen. Laatste poging in deze video. Anders een volgende poging in een volgende video. Kom op, laat die besturing even meewerken. Eerste wat ik doe, verkeerde keer. Oh, 2 keer! Oh, nu die knoppen, joh! Die knoppen. Ik kan er niet aan wennen. Ongelooflijk. 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 Die knoppen. Weer, ik druk die slaanknop en de springknop. Die zitten naast elkaar. En ik druk elke keer slaan als ik moet springen en andersom. Hier weer. Weer. Ik druk slaan als ik moet springen en andersom. En dan gaat het mis. En dan pak ik hier alleen maar damage.
Weer druk ik op slaan in plaats van springen. Waarom kan ik niet functioneren? Waarom kan ik niet functioneren? Ongelooflijk. Ongelooflijk. Die kogels die moet ik ontwijken. Tegen de muur laten komen. Of er gewoon tegenaan springen. Waarom niet, Toemes? Waarom niet? Spring gewoon tegen de kogels aan. Maak het de vijand lekker makkelijk. En ik druk weer op slaan. In plaats van springen. Mogelijk word ik hier een beetje chagrijnig van. Ik zei net, we gaan nog één poging doen. We gaan nog een poging doen. Deze besturing. Deze besturing. Ik kan... Ongelooflijk. Ongelooflijk. Ik moet dus met mijn linkerhand... Met drie vingers. Ik heb dus mijn duim hangt ergens in de lucht ledig. En mijn pink ook. En ik moet dus met die drie vingers... Vijf knoppen bedienen. Die allemaal de helft zo groot zijn als mijn vingers. Wie heeft dit bedacht? Wie heeft dit bedacht? Ik ga die... Als ik deze game uitspeel op een dag ooit... Ga ik in de credits kijken. En de persoon waarbij staat... Uitvinder van het besturingssysteem. Oh, die ga ik opzoeken. Die is aan de beurt, jongen. Die ga ik opzoeken en die is aan de beurt. Ongelooflijk. Wat een systeem. Wat een systeem. Oh. Vijf knoppen bedienen. Met drie vingers. Dat is ook ongelooflijk. Dat is ongelooflijk. Het scheelt dat dit mannetje waar ik mijn XP moet ophalen, dat die gewoon niet moeilijk doet. Nou, daar gaan we weer. Kom op, joh. Nou, nu heb ik in ieder geval de eerste klap uitgedeeld. Dat is wel beter dan net. Kijk, hij schiet, ik ontwijk. Hij schiet, ik ontwijk. Hij schiet, ik ontwijk. Hij schiet, ik ontwijk. Oh, daar had ik mogelijk een window om iets te doen. Hier ook. Ontwijk zijn attacks. Ontwijk zijn attacks. Hij... Oh, ja, verkeerde knop. Lekker, Toemes. Snel healen. Kan dat tussendoor? Ja, dat kan. Hier komt hij. Oh, ik vergeet op de slaanknop te drukken. Want ik druk op springen. Oh, wat een frustratie, jongens. Wat een frustratie. Ontwijken, slaan. Goed zo. Goed, dit moet ik doen, ja. Dat ontwijken. Hier ook. Als hij lijp gaat doen, dat is mijn moment. Hier, hij komt eraan, dan moet ik hem slaan. Nou, ik sla hem mis. Die was raak. Die was raak. Komt hij weer aan. Springen, slaan. Springen, slaan. Lekker. Kan hem blijven. Ontwijken, springen op het goede moment. Hij schiet, springen, ontwijken. Niet gek doen. Hij springt, ik ook. Komt hij aan. Die had ik kunnen hebben. Hij schiet. Ik ontwijk. Die kogels moeten ook tegen de muur komen. Want als dat niet gebeurt, dan retourneren ze in mijn gezicht. En ik hou niet van kogels in mijn gezicht. Daar denkt die bos anders over. Die denkt dat ik daar wel van hou. Komt hij weer aan. Ontwijken, slaan. Ontwijken, slaan. Ik sla mis. Die was ook... Oh, die was ook weer raak. Lekker hitje. Lekker hitje. Kom op, hij springt. Ik druk op slaan in plaats van springen. Hij wordt lijp. Kan ik healen, terwijl hij daar hangt. Nog een klap. Rustig blijven, Toemes. Huppakee, slaan. Niet gek doen. Komt hij weer aan met zijn gekke zweefmolen-tactiek waar ik weer inloop. Waar ik weer inloop. Oh. Kom op. Hij schiet een kogel, die moet ik ontwijken. Met de goede knop. Als hij schiet, dan komt hij weer aan met zijn zweefmolen-tactiek. Ik sla hem twee keer. Heel goed. Kan hem blijven, ontwijken. Daar zit hij. Daar zit hij. Hij schiet, ik ontwijk. Ik doe een dash attack in zijn aanval.
Waarom doe ik dat? Ja, zeg het maar. Als jij het weet. Oei, ik doe weer een dash attack in zijn aanval. Nu zijn we lekker bezig. En andermaal doe ik een dash attack in zijn aanval. Heel goed. Heel goed. Ontwijken. Ontwijken. Hij komt weer met zijn zweefmolen-tactiek. Ik heb hem één klap gegeven. Dat hadden er mogelijk twee kunnen zijn. Dat was weer een hit. Oh, lekker. Dit waren een paar hitjes. Een paar hitjes zijn goed. Zweefmolen-tactiek. Twee hitjes, maar ik laat mezelf ook hitten. Dat is zonde. Ik had tijd om te healen. De Soul Edge Lord. Rustig blijven, daar is hij. Pats. Hitje pakken, hitje pakken. Dodge, dodge. Nee, niet te laat. Dodge, dodge. Weer te laat. Dit gaat niet goed. Dit gaat niet goed, dit gaat wel goed. Kom op. Hou die healing momenten. Ontwijk momenten. Als hij schiet, ontwijk ik. Hij komt op me af. Daar had ik hem kunnen hitten. Ja, dit was weer een rake klap. De zweefmolen tactiek. Hij stort weer in elkaar. Ik geef hem een klap. Hij blijft, jongen. Hij heeft energie voor 25 man. En dat voor een geest. Weer een klap. Weer uitgedeeld. Weer een dodge. Wat gaat hij doen? Hij schiet weer een kogel. Die moet ik ontwijken. Hij schiet weer een kogel. Ik mis. Ik mis. Ik had hem kunnen slaan. Hij komt op mij af. Ik had hem weer kunnen slaan. Ik sla weer mis. Waarom doe ik dat? Zweefmolen tactiek. Ik geef hem één klap. Maakt niet uit. Klap is een klap. Ontwijken. Weer een klap. Hij is gesneuveld. Hij is gesneuveld. Het is gelukt. Kijk hem schreeuwen. Kijk hem schreeuwen. Wat gaat hij doen? Hij wordt laap. Hij wordt laap. En hij heeft een vlam. Die ik heb opgeraapt. Hij klapt door het glas. Nee! Het is een stage 2 van de fight. Wat moet ik doen? Er is een stage 2. Oh, ik dacht dat ik er was. Er is een stage 2. Oh, ik was zo gelukkig. Oh mijn god. Ik moet springen! Er is een stage 2. Oh, daar had ik niet op gerekend. Kijk hoe gaaf, jongen. Die man wordt helemaal laat. Ik heb hem weer geslagen. Ik heb hem weer geslagen. Hij klapt weer uit elkaar. Is hij nu dan wel dood? Ja, hij is dood. Illumination. Kijk eens aan. Er ontstaat weer een licht in het midden van de map. En die pak ik op. Wat gebeurt er nu dan? Wat gebeurt er nu? Consumed the Desolate Dive. Dit is hem. Dit is hem, mensen. De stomp attack waar ik het al een aantal keren over gehad. Desolate Dive. Tap A while holding down to strike the earth with a burst of power. Lek. De dash attack. Het is ons gelukt. Hier is een uitgang. Kunnen we hier gelijk een rustplaats vinden om even rustig te saven? Kijk, hier kan ik een Desolate Dive op doen. Maar dat wil ik nu nog niet. Naar beneden en A. Naar beneden en A. Nee. Huh? Is het een skill die ik moet activeren? Nou ja. Er stond, het is naar beneden en A. Er stond, het is naar beneden en A. Dus ik moet hier die Desolate Dive doen. Maar waarom werkt dat niet? Vertel het mij. Desolate Dive. Vertel het mij. Desolate Dive. Vertel. Hier.
Dat is een knife. Tap A plus naar beneden. Strike the ground with a consecrated force of soul. Tap A plus naar beneden. Het staat terecht. Tap A plus naar beneden. Het doet het niet. En het kost mij soul points die ik nu dus niet meer heb. Omdat ik zo vaak aangetapt heb. Oh joh. Oh, hier krijg ik weer soul van. A plus naar beneden. Tap A naar beneden. Dat doet het niet. Tap A plus naar beneden. Oh, nu wel. Dan loop ik nog even in een vijand. Ik loop even 2 keer in een vijand. Ik loop even 3 keer in een vijand. Healen. Healen. Tap A naar beneden. Ik heb weer geen soul points. Oh, jongens. Leuk, zo'n gebukte skill. Kom op. Soul points moet ik halen. Tap A plus naar beneden. Ja, dat is leuk. We moeten wel werken. Hier, een grote schatkist. Ik wil gewoon een save point nog even pakken. Tap A plus naar beneden. Ik denk, ja jongens, dat is leuk. Maar wat ik zeg, als het niet werkt. Oh, hier een leuk een spook in mijn gezicht. Tap A plus naar beneden. Tap A plus naar beneden. A plus naar beneden. Waarom doet hij dat nou niet? Tap. Doe nou gewoon wat ik wil, jongens. Tap A plus naar beneden. Moet ik eerst springen? Springen. A plus naar beneden. Doe nou gewoon wat ik... A plus naar beneden. Ik druk het in. A plus naar beneden. Jullie horen mijn toetsenbord. Tap A plus naar beneden. En dan heb ik weer geen soul points. Ik kan... Tap A plus naar beneden. Waar... Oh mijn god, spant weer een beest in mijn gezicht. Tap A plus naar beneden. Ja, nu schiet hij weer een kogel! Waarom word ik opgelicht? En dan heb ik weer geen soul points. Dat is voor niet te geloven. Tap A plus naar beneden. En deze game zegt... Dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen. Ik ga hier toch een checkpoint van maken zo. Want... hij saved automatisch, denk ik. Het is toch mooi, maar dan kan ik niet verder. Omdat ik geen soul points heb om in te zetten. Kan ik hier ook weer rechts naar buiten lopen dan? Want anders... Nee. Ben ik hier dan gesoftlocked? Is dat het? Oh nee, ik kan eruit lopen en dan respawnt alles weer. Dus dan kan ik zeggen, hallo meneer en mevrouw spoken. Ik sla even 40 keer mis, waardoor ik nog maar 1 hartje over heb. Ik heb apels naar beneden. Oh. Nee, er spant weer een beest in mijn gezicht. Ik sla hem dood en meteen daarna spant hetzelfde beest. Hier ligt een item, die wil ik meenemen. Hallo Nest Seal, die heb ik al vaker gevonden. Maar wat ik moet vinden is een plek om te saven. Deze deur zit op slot. Daar kan ik niet heen. Daar links is een onzichtbare muur, lijkt het. Oh hier, tap A plus. Ja, dan moet ik hier weer hetzelfde doen. Die skill die niet werkt de helft van de tijd. Tap A plus naar beneden.
En dan schiet hij naar rechts. Wat een kutzooi. Kom op, man. Naar beneden. Kijkt hij naar beneden? Doe ik A. Daar was een beest wat gered moest worden. Hier zijn 100.000 spoken die mij gaan killen. Die dat in elk geval voornemens zijn. Maar waar is nu voor mij de plaats dan om te ontsnappen? Of om te saven bedoel ik. Ontsnappen, dat boeit me niet eens zoveel. Hier is een hendel. Dan gaat die deur. Dan kan ik nog zo'n worm dan redden. Hier, kijk, pats. Hier beneden staan dan in één keer weer 400 spoken. Moet ik weer even healen? Dan spant er een spook in mijn gezicht. Oké. Even healen. Dan moet ik hier veilig naar boven zien te komen. Het enige wat ik wil is een bankje. Zodat ik even kan saven. Daar is die dode man. Is een bankje om te saven te veel gevraagd? Het lijkt erop. Ik moet gewoon eerst naar beneden kijken, dan op A drukken en dan werkt het. Dat is de conclusie. Ja, dat is het gewoon. Kijk, nu ben ik hier en hier is een bankje om te saven zometeen. Ja, kom op. Dat is wat we nodig hebben. Het wordt mij onnodig moeilijk gemaakt, dat is wel duidelijk. Maar wat een frustratie in deze video. Is hier het bankje? Nee, we moeten onderlangs. En dan hier naar links en dan komen we bij het safebankje. Nou, hè. Maar het is ook nog bij die cartographer waar ik zoveel frustratie heb gehad bij die man. Dat ik zei, jongen, hou je bek mee, kut gefluit. Rust. Hij is ook verdwenen, die man. Kijk. En hij heeft weer nieuwe dingen. Ja, mooi dames en heren. Daarmee kunnen we deze video afronden. En dan hoop ik jullie de volgende keer weer te zien. Bedankt voor het kijken. Sorry voor de frustratie. En graag tot dan.